en welkom bij een nieuwe video. En dit keer is het een shoplog en wel van sportkleding. Het is alweer een tijdje geleden dat ik dingen heb besteld en dingen heb gekocht. Alleen, ik heb alles een beetje opgespaard en ik dacht, ik laat jullie even zien wat ik allemaal heb gekocht. Een groot deel heb ik bij Gymshark besteld en Gymshark vind ik altijd super chill. Dus dat ga ik laten zien. En een ander deel heb ik gewoon in de stad gehaald. Dus dat zal ik ook even laten zien. En ik zal alle linkjes hieronder in de beschrijving neerzetten. Zodat jij ook deze dingen kan kopen, mocht je dat graag willen. Als eerste zal ik even starten met alle dingen die ik in de stad heb gehaald. En ik ga heel eerlijk met jullie zijn. Sommige van deze dingen heb ik al gedragen. Want ik had ze ook gewoon nodig voor werk bijvoorbeeld. Maar desalniettemin dacht ik ga ze toch even laten zien. Want over deze dingen ben ik gewoon heel tevreden. En dan het eerste item wat ik jullie zal laten zien is deze. Dat is een kort sportbroekje van Nike. En deze heb ik in de zomer al gekocht. Dus dat is echt alweer een tijd geleden. Maar ik wilde hem wel even laten zien, want ik vind hem gewoon echt super fijn. Er zit hier een heel klein zakje aan de zijkant. En aan de binnenkant zitten touwtjes waarmee je hem dus strak kan maken. En wat ik het fijne vind, ik zal hem even binnenstebuiten doen. Het ziet er heel raar uit, maar er zit een soort van onderbroek in. Dus ik voel me ook even ietsje veiliger dat als ik ga sporten, dat hij ook gewoon goed blijft zitten. En niet dat, dat je te veel ziet, laat maar zeggen. Ik vind vooral ook het stofje heel fijn. Het is lekker zacht, sluit goed aan. En heel erg blij mee. Als eerste is hier het korte broekje. En zoals je ziet, hij is goed in de lengte. Hij zit ook gewoon goed strak, vind ik. En ik heb ook het idee dat ik er echt goed in kan bewegen. En ik heb deze in een maat M. Dan de volgende twee items heb ik bij een andere winkel gekocht. Die zijn van Adidas. En één hiervan heb ik al heel veel gedragen tijdens het lesgeven. En één heb ik eigenlijk nog niet gedragen. En de reden dat ik ze allebei heb gekocht is omdat het een set was en ik de broek echt super tof vond. Dat is namelijk deze. Hij is groen van Adidas met gewoon de strepen. Hij sluit goed aan de onderkant. En er zitten gewoon touwtjes aan de voorkant om hem wat strakker aan te trekken. Ik vind gewoon de kleur heel vet. Kan ik hem mooi matchen met andere kleurtjes. En het is weer even wat leuker dan gewoon een zwarte joggingsbroek of trainingsbroek. Dat is hier de Adidas broek, de groene broek. Deze zit iets hoger, is ook niet super high waist, maar kan hem wel lekker optrekken. En omdat er touwtjes aan zitten, kan ik hem nog weer wat hoger doen. Deze zit ook gewoon heel erg goed, sluit goed aan. En qua lengte is die ook helemaal goed, want hij sluit gewoon mooi aan op mijn enkel. Dus dat is ook top. En deze heb ik in een maat M. En daarbij hoort dit jasje. En wat ik al zei, ik heb deze eigenlijk helemaal niet gedragen. Ik denk ook dat ik hem nooit met die broek zou dragen. Want het doet me een beetje denken aan echt zo'n gymdocent. En ik ben ook gymdocent. Dus maar ik vind het gewoon een beetje knullig eruit zien. Heel eerlijk, ik heb hem gewoon echt nog niet gedragen. Weet ook niet zo goed of ik het ga doen. Maar goed, hij is wel heel mooi. En misschien met een andere trainingsbroek erbij kan het wel. Ik moet ook eerlijk zeggen, ik draag nu vooral heel veel truien, want het is nu wat kouder. Misschien als ik weer naar buiten ga en ik ga niet in mijn jas buiten staan, want het wordt weer wat warmer. Maar dan is zo'n vestje misschien wel weer fijn. En dan is hier het jasje erbij. Deze is ook in een maat M. En ik vind, hij is wel iets langer, heb ik het eerder bij mijn armen. Hij zit verder wel goed, maar ik vind het dus jammer dat hij wat langer is. Want ik voel me hier dus echt zo'n typische gymdocent in. En ik weet dat ik dat ben, maar het is niet helemaal wat ik wil uitstralen. Dus ik zou deze misschien nog wel doen met een andere broek erbij. Maar in ieder geval niet met deze broek. Ik vind hem eigenlijk ook net iets te lang. Maar goed, ik vond die broek zo leuk en ik kon hem alleen maar als set kopen. Dus vandaar. En dan het laatste item van Adidas wat ik heb gekocht. En die heb ik ook al wel gedragen. En deze vind ik ook heel leuk. Is dit jasje. Ik heb al een zwarte trainingsbroek ook van Adidas. Die wel best wel hierop lijkt. Dus die matcht daar ook wel mooi bij. Maar ook bijvoorbeeld met die groene broek zou die heel goed kunnen. Het fijne is dat hij een capuchon heeft. Ik geef nog wel eens les op het veld. Op dit moment niet. Maar als we straks in het voorjaar weer naar buiten gaan.
Dan is het natuurlijk wel fijn om ook even een capuchon te hebben. Er zitten gewoon touwtjes aan, een rit. En wat ik wel fijn vind is dat hij een beetje cropped is. Waardoor hij niet zo super lang lijkt. En dat vind ik persoonlijk gewoon mooier. Verder zijn er open zakjes. Het enige wat ik jammer vind is dat er geen rits in de zakjes zit. Want als die erin zou zitten, kan ik makkelijker spullen daarin doen. Maar die zitten vaak wel in de trainingsbroeken. Dus op zich maakt dat ook niet zo heel veel uit. En dan als laatste van Adidas heb ik dus dit jasje. En nou ja, deze vind ik dus wel heel nice. Deze is dus wat meer cropped. Hij gaat wel net over mijn broek heen. Dus dat is chill. Maar hij zit niet zo super laag. En dat gaat toch weer wat beter bij mijn taille. Lengte armen is goed. En dit is dan een maatje S. En dat is ook echt wel nou, prima eigenlijk. Want qua lengte voor de mouwen staat hij ook gewoon helemaal goed. En het chill is dus dat je ook nog een capuchon hebt. En dan mijn bestelling bij Gymshark. Ik ben ondertussen ook nog naar Londen geweest. En daar hebben ze ook een Gymshark store. Dus daar heb ik ook wat dingen gehaald. Dus daar zal ik even mee beginnen. En dan de rest van de bestelling die ik gewoon in Nederland heb gedaan. Als eerste heb ik dit Gymshark shirt. Hij is bruin met hier het Gymshark logotje. En dan hier op de achterkant Gymshark. En dit is gewoon lekker zo'n oversized t-shirt. Heb ik ook wel eens aan met lesgeven. Is ook gewoon super lekker. En zeker als ik een sportlegging aan heb of straks als het weer wat minder koud is en wat warmer wordt. Als ik dan een korte sportshort aan heb, dan is zo'n shirt eroverheen vaak wel lekker. En deze is gewoon lekker oversized. Het is wel maat S, maar nou, hij zit gewoon best wel lekker oversized. En deze vind ik gewoon heel erg nice. Dan is hier het Gymshark shirt. Zoals ik al zei, hij is lekker oversized. Zit gewoon goed. Ook lekker om hem hier aan de achterkant in te stoppen. Heb je nog steeds zo het logootje en zo. Dus deze zit ook weer heerlijk. En gewoon lekker om in de kast te hebben. Zeker wat ik al zei, voor als het wat warmer wordt. Dan in de Gymshark store heb ik ook deze sport BH gehaald. En die heeft op de achterkant zo twee van die bandjes die zo er doorheen lopen. En een vriendin van mij had deze en ik zie ze ook overal op TikTok voorbij komen. En ze had deze maar echt in een hele felle kleur. En ik hou niet zo van de felle kleurtjes. Maar ik had hem even gepast en die zat gewoon heel goed. Dus ik dacht, als ik iets ga kopen in die Gymshark store, dan is het zo'n sport BH. Ik vond het wel jammer, want ze hadden in die hele winkel alleen deze kleur. Maar in mijn bestelling, en dat zal ik zo laten zien, heb ik nog extra besteld. Want dit zijn echt, nou, ik denk wel mijn favoriete sport BH's van Gymshark. En als laatste in de store heb ik deze legging gehaald. Dus de bruine Vital Seamless legging. Vital Seamless zijn ook mijn favoriete Gymshark leggings. Ze zitten gewoon lekker. Ze zijn mooi. En om maar even in het thema van bruin te blijven, dacht ik, nou, neem deze er mooi bij. Ook in de maat S. En nou, ook daar weer heel erg blij mee. En dan is hier de sportlegging. Nou, deze staat echt super goed aan. Ik heb ook wel eens de M gehad van deze. Alleen ik vind de S gewoon veel fijner zitten. Die sluit goed aan. En ook deze is qua lengte weer goed. Dus die sluit gewoon goed aan op de enkels. Dus ja, dat is ook heel chill. En ik vind het fijn dat hij lekker high-waist is. Dus ja. En dan de bestelling bij Gymshark. Als eerste heb ik wat tops besteld. En de reden daarvoor is dat ik daar eigenlijk niet genoeg van had. Ik had een paar t-shirts, maar ook met lesgeven had ik vaak shirts aan. En als ik dan nog body jam of body pump ging geven 's avonds, dan kwam ik gewoon niet uit met de kleding die ik had. Dus die wilde ik in ieder geval bestellen. Als eerste heb ik deze besteld. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik dacht eigenlijk dat hij meer bruin was. Maar hij is echt wel wat meer paars. Kijk, zo zie je het wat beter. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat wel jammer vind. Het is wel echt een mooie top. Hij, nou ja, volgens mij zit hij ook heel goed. Hij heeft mooi zo'n kruisdetail hier aan de achterkant. Als je dat kan zien. Maar hij is wel iets paars dan ik dacht. Ik had eigenlijk gehoopt dat hij iets meer bruin zou zijn. Maar goed, ik heb deze in een maat S besteld. Dan is hier de eerste top. Dus die beetje bruin-paarsachtige. Wat ik zo leuk vind. Ik heb nu ook de bruine sport BH eronder. Is dat hij dus gewoon best wel nice zit hier zo. Ik moet wel zeggen, ik voel me er wel echt heel erg
breed door. Maar goed, hij sluit hier heel mooi aan. Het enige wat jammer is dat hij dus hier niet super strak aansluit. Wat ik wel jammer vind. Maar voor de rest zit het gewoon wel heel erg lekker. Dus die is echt top. En tegelijkertijd heb ik ook deze besteld. Dat is eigenlijk precies dezelfde. Alleen dan in het zwart. En zwart kan eigenlijk overal altijd bij. Dus ook weer in maat S. En dan is die hier dus in zwart. Precies hetzelfde eigenlijk aan de onderkant. Deze zit ook weer wat losser. Maar voor de rest zit hij wel echt heel goed. En ik denk dat deze voor het sporten echt super chill is. En dan als laatste top voor het sporten heb ik deze gehaald. Die heeft hier zo wat tekst staan van Gymshark. En hier achterop nog het Gymshark logo. En het is ook gewoon zo'n crop topje. Maar ik dacht, dat is altijd handig. Dan deze top. En dit is dus een S. En ik twijfel een beetje of ik misschien een maatje kleiner had moeten doen. Want ten eerste, het stofje is echt super fijn. Hij sluit hier wel wat beter aan de onderkant. Alleen hij sluit hier zo iets minder aan. Dus hier heb ik iets meer ruimte. Maar goed, voor de rest vind ik hem wel echt nice. En hij zit ook gewoon lekker. En voor sporten vind ik dat toch wel het allerbelangrijkste. En omdat ik het bruine shirt van Gymshark zo leuk vond, heb ik er nog eentje besteld. Het is niet dezelfde, iets anders. Maar dan in het zwart. En die heeft deze als logootje erop. En hier aan de achterkant, ik weet niet of je dat goed kan zien, kijk. Heb je ook het logootje, maar dan erin geborduurd, laat maar zeggen. Ook weer lekker oversized in een maat S. Maar ik dacht ook weer lekker om gewoon even eroverheen te doen. Zeker als het straks weer wat warmer wordt. En ik dus niet meer in mijn winterjas en een dikke trui over straat hoef. En dan is hier dus het shirt, wat ik al zei, ook lekker oversized. Kan ook weer hier zo. Gewoon. Maar dit is gewoon super chill. Zit lekker. En heel chill. En als laatste, zoals ik net ook al zei, heb ik nog meer sport-BH's besteld. En dat zijn dezelfde als die ik net in het bruin liet zien. Ik heb hem namelijk ook nog in het zwart besteld. Ook weer met die bandjes. En het fijne aan deze bandjes is, je kan ze dus ook loshalen. Dus helemaal losmaken. Of nog een ander patroontje eventueel doen. Ik zal niet de hele BH laten zien. Maar ik kan wel even de achterkant laten zien. Want hier zie je dus gewoon mooi die bandjes zitten. Dus ja, die vind ik ook wel echt heel nice. En als laatste heb ik hem ook nog in het groen besteld. Precies hetzelfde. Maar ik dacht, dan kan ik een beetje afwisselen. En ik vond deze wel heel erg leuk. En ook deze allebei weer in een maat S. Dat waren alle items die ik heb besteld. Mocht je nou denken, ik heb iets leuks gezien en dat wil ik ook bestellen. Hieronder nogmaals zal ik alle linkjes even neerzetten. Dus kijk daar vooral even naar. En dan zie ik jullie hopelijk de volgende keer. Doeg!